Heden en de Sam hebben elkaar ook helemaal gevonden. Oh, wat zien jullie er mooi uit. Zo we werden helemaal gek thuis en ze hebben besloten om even lekker naar Platin te gaan. Dit was dus de challenge, hebben ze juist bedacht. Oké, jongens. Ja, jullie moeten naar boven klimmen daar, naar boven. Oh ja. Oké, dan gaan we krijgen, jongen. Heden en Sam die zijn op zoek naar het jongetje die Pip heeft zitten pesten. Dit wordt heel spannend. We zijn de Triebuskentiers. Ik heb wel een schoothondje, hi. Hey. Ja, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Ramon, dit ik is... Ik ben Jesse. Ik ben Sam. En dat is Pip en mama is Roda. Hey. En wij zijn... De Bakertjes. Yes, jongens, op wie zijn wij aan het wachten? Op broer Sam. Ja, en mama probeert erbij te komen, maar ik kan mijn arm niet veel verder dan dit. Zo. Jesse, hoe kom je zo moe, jongen? Omdat ik ben bij iemand gaan slapen en dan ben ik heel lang gebleven. Ja, je had een slaappartijtje. Bij mijn beste vriend, Finn. Ja, en nou ben je moe? Maar ja. Even niet. Maar ik ben om 10 uur gaan slapen. Nou, 10:30 volgens mij. Ja. 10:30, want wat hebben wij gedaan gisteravond? Filmavond. Ja, en welke film hebben we gekeken? Ik weet niet. Zoetropolis. Oh, Zoetropolis, ja. Ja, sorry. Zoetropolis. Dat is heel leuker. Maar broer en zuster V, die komen er zo direct. We gaan wat leuks doen, alleen we weten nog niet zo goed wat. Nee. Hadden jullie een idee? Ja, ik ben indoor. Ja, nou is jouw indoor speeltuin. 6.5 hours later. Ze zijn er, jongens. Oh, daar wordt even nog alles schoongemaakt. Waar zijn ze? Ja, waar zijn ze? We denken buiten. Ja, logisch. Ja, daar zijn ze, jongens. Hey! Nou, de kinderen gaan gelijk hoelen. Jesse, kan je het zo goed? Ja. Oh, dat was het niet. Ik kom het goed op, maar ik kan het. Oh! Nou, Heden en de Sam hebben elkaar ook helemaal gevonden. Ik kan het goed. Kijk, hij zit vast. Ja? Ah. Oh, nou goed onthouden als je ooit een keer gearresteerd wordt. Dat kan gewoon. Dat zie jullie normaal gebeuren bij Heden en bij Sam. Ja. Wat zijn jullie aan doen? Ik heb Minecraft. Fortnite Minecraft. Maar ik ben hij Minecraft. Heeft het niet dezelfde. Nee, oh. Maar ik ben een heel moeilijk level aan het doen. Dan moet wat? Je dead runnen, kijk. Oh, hij heeft die bouwen. Oh, ik zie het, ja. Je moet je altijd tussen de deuren en het is kei moeilijk. Oké, nou, en de dames die zijn hier bezig. Wat hebben jullie? Pip. Uw oog is dicht, maar dicht. Wow. En heeft Pip jou gedaan dan? Echt waar? Zo, wat zien jullie er mooi uit. Oh, maar als we tegen Pip zeggen dat ze mooi moet kijken, dan... Wat deed je dan, Pip? Dan ging ze zo. Dat is nog raarder dan ze normaal doet. Doe eens even mooi kijken. Ja, oh, heel mooi. En doe jij eens even mooi kijken. Oh, ja, oh. Ja, kom eens even kijken. Hij heeft een spelletje gevonden. Hij slaat het. Ben je mooi? Kijk eens. Oh. Ik heb jou mooi opgelegd. Kom eens dichterbij. Oh, kijk eens. Ja. Wauw. Oh, wat zien jullie er mooi uit. Het is tijd om zo lekker te gaan eten. Wat zijn jullie aan het maken? Kijk, dan moet je zo erin rollen. Hier wil je ook proberen. Kijk, dan doe je zo. Dan moet je hem erin rollen. En dan pak je hem hier. En dan moet je zo rollen. Rollen. Oh. Wow, heel goed, Pip. En dan moet je hem daar neerleggen. Zo. Ik snap niet dat je dit meegenomen hebt. Ja, want broers, ze hebben gewoon donuts meegenomen. Jesse. Lekker. Ja, en je zegt, je snapt niet dat we dat mee hebben genomen. Nee. Ik hoorde dat je donuts heel vies vond. Dus daarom heb ik ze eigenlijk meegenomen. Ja, jouw donut is voor mij. Ja. Ik neem de roze. Ja, geen probleem. Hij heeft altijd een lekkere. Want Heden zei dat deze eigenlijk... Maar maakt toch niet uit. Oké, nou Jesse is lekker overbelicht. Oké, nou we werden helemaal gek thuis en ze hebben besloten om even lekker naar Platin te gaan. Ja! Gaan we even lekker spelen, jongens? Ja! Ja! Kijk, man. Wat kan je nou weer? Hier. En in de pot gaat... Sam, moet je eens komen. Oh hier, Sam, kijk eens wat hij doet met zijn duim. Hij kan zijn pot bewegen. Ja. Dat is smerig, hè? Ja. Alleen hij kan het, want hij kan zijn bot bewegen, maar andere mensen die kunnen dat niet. Normale mensen kunnen dat niet hoor, Heden. Sam, kan je ook rare dingen? Ja, wat zeg je nou? Oh, Sam. Gek, hè? Ja, maar heel warm. Het is heel warm. Ja, de zon, hè? Wat heb je meegenomen? Amboe, we gaan voor een
ik heb een leuke challenge. Doe eens één handboei om, of van één kant, zeg maar. Ja, we moeten aan elkaar. Ja, en heden aan de andere kant. Oh, oh, oh. Ik schroef om in. Tot die komt vraag. Maar ik hou wel van je, schat. Ja, nou, dit wordt dus de challenge, hebben ze juist bedacht. Oké, jongens, je bent de sleutel. Oh, wacht, dit is even veel interessanter. Nee, ik kan je de sleutel maar even bij mij. Ook gewoon andersom. Kijk eens. Wauw. Yes. Gaan we nou spelen? Jullie moeten wel vast aan elkaar zitten, hè? Nee, het doet pijn. Pijn. Ik heb veel te veel geveld. Oké, okay, wie het ergst naar beneden kan vallen. Ja, wie het lomste naar beneden kan vallen. Naar beneden kan vallen. Wie de meeste botten kan breken. Ja. Dat is wel echt een drama, ja, van. Drama. Oh. Oh, deze heeft het niet overleefd. Ik trek hem wel mee. Zo, en we gaan naar huis. En dit was het, jongens. En Haley is even lekker aan het mediteren. Sam, moet je nou mee? Ah! Sam is gek geworden. Pip, wat is er? Heel hoog. Oké, okay, jongens. Nou, Pip die wil wat laten zien. En we... Oh, Pipje. Oké, okay, jongens. Kan Pip al helemaal alleen naar boven toe? Het wordt spannend. Ja. Ja, Pipje. Zo, die was... Oké, nou, Sam en Heden zitten niet meer aan elkaar vast. Hé, wouden jullie niet meer aan elkaar vastzitten? En dan gaan ze, hoor. Nou, Pip is lekker ijs aan het eten. Oh, Haley. Hé, maar Haley. Ga je zo met Jesse challenge doen? Ja. Ga je nu met de handboeien aan elkaar vast? Ja. En wat wordt de challenge dan, Pablo? Samen met z'n tweeën zo snel mogelijk door de parcours heen. Ja. Ja, kijk, dit zijn de handboeien. Ja, gaan we doen. En als ze het halen binnen een bepaalde tijd, krijgen ze... 15 euro snoep, 20 euro snoep, zoiets. Ga je altijd op de brandweer zitten, ja? Ja. Is dat normaal? We gaan kijken waar de brand is. Oh, kijken waar de brand is, natuurlijk. Ja, en jij moet rijden. Hé, jongens, is er ergens brand? Ik moet hier. Ja! Brand! En dan gaan ze broer en zuster in de bakketjes op naar de brand. Waar is de brand? Ja! Ja! Jongens, we gaan nou een challenge doen met Jesse de Bakker en met Haley. Het is de bedoeling dat jullie na deze challenge nog steeds vrienden zijn van elkaar. Ja. Zijn jullie hierna nog vrienden? Ik denk het wel. Maak me open. Ja, denk ik wel. Ja? Maak me open. De bedoeling is dat ze binnen 10 minuten een heel parcours hebben gelopen. En daar gaan ze. Moeten we nou zelf ook mee? Ja, ik ben bang van wel. Oké, en het mooie is, we moeten zelf ook meegaan. Oh. Maar, wacht, ik ga eerst wel even kijken. Veel zeggen, maar echt. Oh, dat past makkelijk, Pablo. Oké. Ja, dat gaat hem worden. Die zijn al aan boven. Moet ik ambulance bellen? De brandweer. Oké, we gaan even een andere ingang zoeken. Ah, deze moet lukken. Ja. Pak jij die kant, pak ik deze kant. Dat gaat goed, jongens. Ging je langzaam. Ja, zijn ze eindelijk. En dan komen ze. Heel voorzichtig. En... Ah, oh, veel te makkelijk. Trampoline springen, ja. Wow. We gaan geen glijbaan. We gaan wel een glijbaan. We gaan deze. Ja. Oké, okay, jongens. Kijk, en Jesse probeert goed te overleggen. Heel goed. Gaat het best goed af, hè? Ja, eigenlijk te makkelijk. Ja. Oké, okay, en dan moeten ze proberen om daarheen te gaan, jongens. Jullie hebben 4 minuten gehad, hè? We moeten nog 6 minuten. Oh, wacht, even kijken hoe Pablo dit heel charmant doet. Kijk, subtiel, ja, Pablo. Souplesse, jongens. Ik heb geen sokken aan, als maar. Wow, en snel door. We hebben nog maar minder dan 5 minuten. En komt Pablo aan weer. Ja, kijk. Dat is een hè? Ja, jullie moeten naar boven klimmen daar. Naar boven. Ja, hier naar boven. En dan komen ze. En ze rennen naar boven toe. En zullen ze het gaan halen? Veel te makkelijk dit. Hé, hey, Pip. Oh. Ik heb mijn hand eruit gekregen. Dat is zoveel pijn. Oh, gaat je 15 euro snoep. Ja.
Yes, een 15-0 is Huub gewonnen! Nee, die jij ook hoor. Ah, jongen. Ja, waarom? Hallo, hallo, hallo! Niet agressief worden! Oh, nog niet agressief worden? Ik ga maar 15 euro voor iedereen snoep kopen. Wat ben jij toch een lief? En ik weet het! Net zo'n gentleman als Heden. Nou, ik heb betere challenges meegemaakt, maar goed, ze hebben het gehaald. Pep, ja! Kom maar! Pep is verdrietig! Ah, Pep kon naar beneden! Ja, daar komt ze aan. En... Wow. Wat is er aan de hand? Wat doet hij? Kom hier. Hij gaat niet door. Wat is er aan de hand? Ja, een jongetje. Dit is een beetje flauw. Kunnen wij het goed maken met snoepjes? Ja, oh ja, dat wel, tuurlijk. Oh ja, nou kom, dan gaan wij lekker snoep halen en hij niet. Zullen we dat doen? Kom maar. Pip, die was echt een beetje verdrietig, want hij werd echt gepest blijven door die jongetje. Maar we gaan een lekker snoepje halen, of niet? Huh? Ja. Waar was Pip nou? Pip is verdrietig. Kijk. Ja, maar... Pip is goed aan. Ja, doe maar snel. Oké, dan gaan we krijgen, jongen. Heden en Sam die zijn op zoek naar het jongetje die Pip heeft zitten pesten. Dit wordt heel spannend. Nou, Pip, waar is het jongetje? Waar is het jongetje? Oh, hier naar boven. Ja. Ja, dat jongetje had blijkbaar Pip geduwd en haar uitgemaakt voor het dom meisje. En nou zijn we op zoek naar het jongetje. Dit wordt spannend. Geen idee waarom Pip denkt dat het jongetje helemaal naar boven is. Goed zo, Pip. Pip, kijk hier. Pip, Pip. Achter je, naar beneden. Naar beneden, naar beneden. Hi. Oké, okay, nou succes met de jongens zoeken, hè? 12 seconds later. Ik heb hem niet gefilmd, maar hoe is het afgelopen met die jongen die aan Pip had gezeten? Ja, hij viel van de glijbaan af. Hij viel van de glijbaan, had jij dat gedaan? Ja, ik heb gewoon even zo geduwd. Ja, daarna had hij bloed op zijn lip. En daarna had hij bloed op zijn lip. En een en de ambulance weggevoerd, of niet? Nee, maar is hij met de ziekenwagen mee nou of niet? Nee, dat niet. Oké, dat dan weer net niet. Maar, Jesse, gaan we snoepje halen? Kom, kom, gaan we snoepje halen, gaan we snoepje halen. Oké, nou, Pip, pak deze chips. Ik vind deze zo lekker. Ja, deze, oké. Snoep erbij, wie wil wat voor snoep? Chocoladei. Skittles. Oh, lekker. Heden nog? Oké, Sam. Ja. En wie zijn er weer de laatste? Wij. Voor de verandering. En wat gaan we nu doen? Nou. En lekker? Eten! Patat! Eten. Eten. Yes, ah, patat! En we zijn weer thuis, maar Pip, wat is er aan de hand? Wat zie jij? Die zit een... Ik zie haaien! Je moest huilen, toen zag je dit. Het was... Wat is er, Pip? Een twerkende naakte kip. Vitamine B. Ja, vitamine, maar kijk, dit. Ja, maar dit is onze vitamine. Ja, vitamine P. Kijk, we hebben nou met z'n allen gegeten. Daar zit mama, die zit daar een beetje te dansen. Hier ligt er eentje op de tafel, alles goed? Gaan we liggen op de tafel? Erbij, erbij. De bank is vol. Nou, Pip. Een hele kleine bank. Pip is ook overgelopen, zie ik. Ja. Hey, Pip, alles goed hè? Ja, Pip die gaat vanavond naar huis. Die gaat mee. Dat is, ja. Het is echt tijd om te gaan, Heden. Yeah. Oké, okay, dan doei. Ik ben een prinses. Jongens, hoe vonden jullie het vandaag? Super! Ja, was leuk. Yay! Yeah. Hey, als mensen nog geen abonnees hebben, wat moeten ze doen? Abonneer! En ook abonneren op... Broeders TV! Yes. En bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doei!